of het goed is, zijn we live? Weet het niet zeker, jongens. Even bevestiging. Want dan gaan we van start. Oké, zijn we live, jongens? Zijn we live? Zijn we live? Zijn we live? Ja, zo te zien ben ik live. Weather Channel. Oké, dan gaan we maar eens beginnen. Even een paar regeltjes van... Je ziet niks. Dat is niet goed. Je zou iets moeten zien, hoor. Als je het live ziet, inderdaad niks. Even kijken. Want volgens mij... Oh god. Het raar is, want Jess en de helm beneden die zien kennelijk mijn Wii. Dus er zou toch iets moeten zijn. Dat is raar. Jullie horen me wel verder. Of... Want... Dus moet ik eens even... Ik ben in beeld, ja, hallo. Hoorde ik nou net weer omweer? Oh jee. Oh jee. Beeld. Ich! En geluid. Ja. Staat ook op de een of andere vage manier staat er dat ik nu ook nul... Dat er, zes viewers zijn. Een beetje in de buurt. Althans, dat geeft mijn exploit aan. Refresh, ja, dat is misschien een idee. Anders ga ik het heel even anders doen. Nou, zo wordt het wel een lange tutorial natuurlijk. Goed, we gaan even wachten totdat iedereen erbij is. Mocht het na de refresh niet goed gaan. Ah, hallo. Ja, woehoe. Gelukkig. Het ligt niet aan mij. Goed. Geen beeld en geluid. Oké, iedereen klaar, want dan gaan we beginnen. Ik ga wel even zeggen. Vragen worden pas op het einde beantwoord. Ik ga eerst gewoon mijn tutorial doen. En mocht je nog iets willen vragen, dan kan dat daarna. Ik ben zelfs ook even bereid. Om bij jullie even langs de Twitch kanalen te gaan om te kijken of de stream proper werkt, om het zo maar even te zeggen. Dat vind ik allemaal geen probleem. Dan ga ik nu uitleggen hoe je dit kan creëren. Allereerst ga ik jullie mijn robot laten zien. In-game geluid wat zachter. Dat is geen probleem. Ik kan hem zelfs even helemaal uitzetten als je dat liever hebt. Oh. Moet ik die hebben? Zo. Emiel, dat is sowieso save your game often. Dat is bij iedere game. Maar goed. Dus het wordt een beetje stil, dus ik ga lekker veel praten en zo en bla bla bla. Oké. Dit is hoe mijn robot er op dit moment uitziet. Ik heb hier mijn muis. Ik stream via Windows Media Center. Daar heb ik mijn Wii. Laat ik daar zien. Dan heb ik XSplit heb ik ernaast staan. En daarnaast de chat. Rechts naast de chat staat mijn tv inmiddels. Dus ik heb dat wat tactischer neergezet vind ik zelf. Hey. Ik zit even snel aan dit. En help beneden mijn natuurfilms die zijn hier niet. Jammer hè. goed. Je ziet mijn Twitch. Dan ga ik jullie eerst laten zien hoe wat. Ik kan nou niet in mijn general settings komen. Heb ik overigens iets opgevonden. Voor de mensen die er zijn. Hebben jullie Twitch? Of hebben jullie XSplit geïnstalleerd? En hebben jullie een XSplit account? Als je dat hebt. Meld je even aan. Want dan gaan we er een active tutorial van maken. Iedereen mag lekker meedoen. Dan ga ik rustig door de stappen heen. Dus ik zou zeggen neem even je tijd.
Dan hou ik ondertussen de chat een beetje in de gaten. Laat het weten voor degene die actief meedoen, laat het weten op het moment dat je klaar zit. Dan kan ik verder. Verder nog mensen die wel mee willen doen of zeggen van nou, weet je wat, ga maar gewoon beginnen en kijk het later wel terug. Dat is altijd ook nog een optie. Het is trouwens ook leuk. wordt dit gefilmd voor YouTube? Ja, dit wordt gefilmd voor YouTube. Altijd nog terugzien inderdaad. Weet je wat, dan ga ik gewoon beginnen. Dan gaan we niet moeilijk doen. Eerst even een overzichtje. Ik ga het even wat tactischer aanpassen. Pakken. Ik krijg nu heel even een zwart beeld te zien. Dat ga ik even veranderen. Nee, het is niet goed. Wacht even. Ga weg. Even anders doen. Green region. Want als het goed is, zien jullie nou alleen mijn X-split. Het gaat er op den duur gaat dit er heel vaag uitzien. Zoals dat. Sorry daarvoor, dat kan ik helaas niet voorkomen. Dit wordt wel heel irritant in ieder geval. Dat helaas. In ieder geval, als we hier bovenaan beginnen, hebben we file staan. Bij file staan er een aantal dingen. New presentation, load presentation, save presentation. Daar kom ik zo nog even op terug. Dan heb je add camera. Dan kun je bijvoorbeeld, ik heb een Logitech C15. Ik zal hem even in het midden van het beeld zetten, dat jullie daar geen last van hebben. Nou, dan voeg je dus een camera toe. Dat lijkt me allemaal niet heel moeilijk. Die zal ik ook wel even in het midden laten staan, zodat het er niet verder irritanter uit gaat zien. Om zelfs nog even iets groter maken. Of zien jullie het dan helemaal niet meer? Wacht even. Nou, dan zien jullie het trouwens helemaal niet meer. Dat zie ik niet op. Wacht even. Zo. Ik hou het gewoon zo. En dat jullie alles dan nog wel een beetje kunnen zien, hoop ik. Ik ga nog iets kleiner maken. Ietsjes kleiner. Zo. Zo moet het wel goed zijn. Ja, zo moet het wel lukken. Dan heb je add media file. Dat laat ik eigenlijk altijd wel voor wat het is. Screen region. Daarmee. Even kijken, ja, dit krijgen jullie waarschijnlijk niet te zien. Goed voorbereid. met screen region kan je in ieder geval iets van je scherm pakken. Dat laat ik al even op het bureaublad zien. Dat is misschien wat makkelijker. Add screen region. Dan krijg je dus een bepaalde. Ja, rood kruis in je beeld en dan kun je dus een screen region bepalen. Ik baal eigenlijk best wel dat jullie dit niet te zien krijgen. Maar daarmee kan ik dus zeggen van nou, ik wil bijvoorbeeld mijn mediacenter wil ik zo laten zien. Dus je ziet heb ik hier ook bij de tweede scherm aan de rechterkant heb ik die balken wat weggewerkt. Omdat dat er gewoon wat netter uitziet. Dus bijvoorbeeld zeggen van nou, dat vind ik niet nodig. Ik heb iets links onderin staan, pak je screen region. Duw hem links onderin, hou hem ingedrukt en dan krijg je dit. Kijk, dit is zeg maar wat hier links onderin staat. Dus voor zover zit dat. Screen region gebruik ik eigenlijk wel het meeste voor het gamebeeld. Dus ik kan media file. Ja, dat is gewoon, dat lijkt me duidelijk. Bij add camera, oké, ik ga echt overal doorheen. Dit is echt heel, heel slecht, maar goed. Want ik heb bijvoorbeeld hier wel mijn houtpuk staan. Houtpuk HDPV Capture Device. Op een of andere manier heeft hij daar toch moeite mee. Dus eigenlijk gewoon altijd screen region pakken. Dat is wat ik aanbeveel. Dan ga ik even terug naar deze. Gaan we weer verder. Verder standaard dingen. Het game, ja, eigenlijk allemaal laten voor wat het is. Skype video zou je kunnen doen als je een Skype call wil streamen. Je zou zelfs nog een livestream toe kunnen voegen en je hebt eventueel meerdere sources. Dan krijg je weer een hele plugin die je weer moet gaan doen. Dus dat laten we voor wat het is. Verder view, kan je de resolutie instellen. Ik heb op dit moment op 720x480 staan. Je zou hem ook op 1280x720 kunnen zetten of zelfs 1920x1080. Ja, dat kan wel zelf weten. Verder framerate, nou dat lijkt me ook niet al te lastig. Transition let ik eigenlijk niet op. Dat is eigenlijk het moment dat je zeg maar hier naartoe verplaatst.
als je naar een andere template gaat. Even kijken bij view, want ik merk dat jullie niet alles meer zien. Transition speed, gewoon zo laten, projector, scale viewport, kan je veranderen. Ik zou het gewoon op actual laten, dat is het makkelijkst. Broadcast is eigenlijk heel simpel. Bij broadcast staan de channels waar je verbonden zit. En als je op een van die channels klikt, dat betekent dat je op dat channel live gaat. Je zou ook eventueel een local recording kunnen doen. Dan zou je even kunnen kijken voor tests bijvoorbeeld. En die kunnen later terugzien. Dat is verder, verder spreekt het voor zich. Announce moet ik zeggen, moet ik zelf ook nog even kijken. Dat is ook vrij nieuw voor mij. Dan de general settings. General settings had ik wat problemen mee. Die kan je namelijk nu niet aanklikken. Dus dat gaan we op een andere manier doen. We gaan weer even terug naar het bureaublad. Namelijk hier een afbeelding van de general settings. Dan ga ik even op fullscreen. Want jullie zouden dit moeten kunnen zien. Oké. Allereerst, je hebt 5 tabbladen. Ik heb er maar 3 besproken, want de andere 2 spreken voor zich. Je profile, dat spreekt eigenlijk ook voor zich. Had ik misschien wel weg kunnen laten. Dan krijg je de general. General is wel belangrijk. General, wat je bijvoorbeeld hebt, disable arrow team, gewoon zo laten. Enable virtual camera output, die moet aangevinkt zijn. Want even uit mijn hoofd is dat namelijk voor het streamen van bijvoorbeeld je webcam en voor je gamebeeld. Dus die zou ik zeker aanlaten. Enable game source, dat is dus echt als je inderdaad met die ad game gaat werken. Dus dat kan je achterwege laten. Hide from screen region. Wat dat inhoudt, dat zorgt ervoor dat op het moment dat je dus hebt aangevinkt dat je via screen region gaat, dat dan je Twitch niet in de weg komt. Als ik nou bijvoorbeeld op mijn houtpuk, dit is mijn standaard stream, nu zien jullie mijn Xtreme erin. Op het moment dat dat aangevinkt is, zie je mijn Xtreme niet meer ertussendoor verschijnen, ondanks dat die hier staat. Zeker als je aan het streamen bent, vink hem aan, want het is echt ontzettend handig. XSplit kan daardoor niet voor je beeld komen. Dus ik zou zeggen, hou dat aan. Dan gaan we weer even terug naar de afbeelding. Enable Skype Interaction spreekt voor zich. Wil je bijvoorbeeld dat iemand inkalt, gewoon aanvinken. En dan kunnen ook de mensen op de stream het gesprek op Skype beluisteren eigenlijk. Verder het audio. En een microfoon selecteren lijkt me duidelijk. Soms even zoeken, er staat soms wel eens 2 of 3 dezelfde tussen. Even kijken wat de beste is. Use WinXP sound. Dat is een beetje een raar geval. Er zijn wel eens streams waarbij er een of ander helikoptergeluid doorheen loopt. Zogenaamde helikopterbug. Die kan je dus, mocht je daar last van hebben, vink hem aan. Daarmee schijnt het opgelost te zijn. Ik heb het bij een medestreamer van mij gehad. Die had inderdaad die helikopter sound. En nadat hij hem aangevinkt had hij geen problemen. Ik zou zeggen, laat hem daarop. Eigenlijk gewoon niet aanvinken. Mocht het zo zijn dat die helikopter hoort, vink hem aan, dan zou het goed moeten zijn. Silence detection, is eigenlijk niet nodig. Dus volgens mij is het zo dat op het moment dat er stilte is, dat hij dan ook de microfoon uitschakelt. Audio delay, dat is wel een hele goeie. Hij spreekt eigenlijk ook wel voor zich. Ik maak er geen gebruik van, ik moet eigenlijk mijn webcam moet ik een delay op hebben. Maar dat ga ik nog even uitzoeken. Hoe of wat. My recordings, dat is gewoon waar je recording opslaat. Tot zover zit je dan op de general. Ik zal trouwens even kijken of jullie allemaal nog meelezen. Jullie zitten er zo te zien nog goed. Dan gaan we naar een derde pagina, de channels, derde tabblad. Daar staan inderdaad dus de channels die je dus hebt toegevoegd. Om een channel toe te voegen, krijg je dit menu. Dan kan je dus zeggen username. Een password, dat is dus inderdaad voor je eigen kanaal. Of mocht je bijvoorbeeld op een community kanaal zitten, zoals gamers met een hart, dan kan het zijn dat je een stream key doorkrijgt. Neem die stream key, kopieer en plak hem daar en dan kan je hem toevoegen. Heb je verder geen rechten op de Twitch zelf, maar je kan wel voor de community streamen. Ga ik even verder gewoon eigenlijk alles zo laten, want dat wordt... dat wordt zo goed als automatisch gedetecteerd. Dus dat maakt dan verder niet uit. Tot zover de general settings. Ga ik even kijken. We gaan nog even wat andere dingetjes doen. Want je hebt